zijn daarmee bepalend geweest in die maatschappij. Ja, voorzitter zijn van een politieke partij, en zeker van een liberale politieke partij, is sowieso een fascinerende job. Maar het meest markante moment daarin blijft toch voor mij de stemming van de euthanasiewet in 2002. Dat was mogelijk geworden met een paarse coalitie. En we hebben dat moment gegrepen. Het is Jeanine Leduc trouwens, een van onze collega's als senator die het voorstel heeft geformuleerd. En we zijn erin geslaagd om dat gestemd te krijgen. En dat is bepalend geweest. Waarom? Omdat ja, dat gaat over fundamentele waarden. Dat gaat over de vrijheid van de persoon. Hoe garandeer je de vrijheid van denken, van handelen, van een persoon, van de geboorte, zeg maar, totdat die sterft. En we hebben die lijn blijven doortrekken met wijzigingen. De onbeperkte geldigheid van de wilsverklaring, euthanasie voor minderjarigen. Een voorstel trouwens van mijn zoon. En wij worden daarmee geïdentificeerd. Maar dat is ook terecht, omdat dat echt gaat naar de kern van het liberalisme, veel meer nog dan economische theorieën.